Het moet een van de afschuwelijkste dingen zijn die je in je leven kunt doen. De stad door met onder je arm de opsporingsfolders van je broer. Al 2 weken lang doen Thijs, Johan en Arthur Weststein niets anders. Sinds 6 januari hebben ze geen enkel teken van leven meer vernomen van hun broer Christian. Vlak voor oud en nieuw is hij opgenomen in een kliniek in Den Helder, omdat hij nogal in de war was. En hij heeft daar bijna een week is hij daar onder behandeling geweest. Tot hij op 6 januari jongsleden, dus dat is meer dan 2 weken terug inmiddels, over een hek is geklommen. Daar, terwijl hij in een gesloten kliniek zat, is hij toch ontsnapt. En dat was net die avond dat het heel erg sneeuwde. Dat er ook zo'n sneeuwstorm was in Amsterdam. Een files op de ringweg, et cetera. Dus echt een heel vreselijk weer eigenlijk. En die nacht is hij verdwenen en hij is echt in rook opgegaan. We hebben geen flauw idee waar hij toen naartoe is gegaan. Christian groeide net als zijn broers op in de Watergraafsmeer, waar hij op de 5e Montessori basisschool zat. Daarna ging hij naar het Barlees. Op zijn 19e krijgt hij last van psychoses, waardoor hij af en toe opgenomen moet worden. Iets dat ook gebeurde op die 16 januari. Hij is hier geboren en opgegroeid en heeft hier vrienden. En we hebben natuurlijk bij al zijn vrienden nagevraagd of hij daar zit en iedereen geïnformeerd. En op alle mogelijke middelen het nieuws verspreid. Maar er is natuurlijk een kans dat hij toch vanuit Den Helder op de trein naar Amsterdam is gesprongen. En nu op dit moment bij een vriend die wij niet kennen bijvoorbeeld zich schuilhoudt. En als dat zo is, zouden we dan diegene toch dringend willen vragen om contact met de familie op te nemen. Hoe moeilijk het voor de broers ook is, toch blijven ze hoop houden dat Christian vandaag of morgen weer opduikt. Het heeft soms een beetje een, inderdaad een bijna hopeloze sfeer om zich heen. Aan de andere kant is het ook wel prettig om iets te kunnen doen, om gewoon bezig te blijven. Dus we gaan er ook gewoon lekker mee door. Mocht u Christian gezien hebben of weten waar hij is, de politie in Den Helder heeft de zaak in onderzoek. Via 0900 8844 kunt u met hen in contact komen.